Hoi lieverds, laten we eens gaan kijken wat deze nieuwe maan in kreeft voor het tweelingzielencollectief in petto heeft. De nieuwe maan in kreeft is aankomende maandag, 20 juli 2020, dus 2020. Wat echt zegt samenwerking. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. Dat is waar het getal 2 voor staat. Het samenwerken tussen de feminine en de masculine energie binnenin ons. En daarmee dus de samenwerking met de natuur, de eenheid met onze ware natuur. Dus het samenwerken met zowel moeder aarde, de hulp van moeder aarde inroepen om ons bewust te zijn, om aanwezig te zijn in het hier en nu, om onze oordelen los te laten. En ook de samenwerking dus met onze masculin. En dat is onze tweelingziel in de buitenwereld. Maar dus de masculine energie is vader spirit. Dus dat betekent dat we echt worden geduwd nu deze afnemende maan richting deze nieuwe maan in kreeft. Om te gaan samenwerken in co-creatie met spirit. Nou, de afgelopen dagen, ik weet niet wat bij jullie is geweest, maar mijn hoofd ontplofte weer zo'n beetje. De afgelopen dagen heeft de energie mij vooral heel erg bewogen om te kijken. Om mij bewust te zijn van wanneer ik met mijn hoofd manifesteer en wanneer ik vanuit mijn hogere plan manifesteer. Dus vanuit mijn buikgevoel en vanuit mijn hart en vanuit divine timing. Ons hoofd heeft vaak haast. Dus wij hebben allerlei gedachten. Wij kunnen dat dan zelf bedenken als het dan zo zal gaan en zo zal gaan. Dat is fantastisch. Dus dan gaan we al in actie komen omdat we dat idee in ons hoofd hebben. Alleen zegt de goddelijke timing zegt, nee, we wachten op alle maancycli. Tijdens de nieuwe maan krijg je weer je inzichten. Dus dan komen er meer inzichten en dan kun je tijdens de wassende maan kun je weer langzaamaan actie gaan ondernemen. En zo kabbelt het, wou ik zeggen. Zo gaat dat dan voort. En iedere maancyclus opnieuw versterkt dus jouw energieveld. Wanneer je dus met de maan meeleeft, met grootmoeder maan meeleeft. Wat daarvoor belangrijk is, dat je dus ook rust neemt. En dat je op de momenten van de nieuwe maan de tijd voor jezelf neemt om naar binnen te keren. Om stil te staan, om te verbinden. En deze nieuwe maan in kreeft. Kreeft is een waterelement, dus kondigt echt een Ace of Cups aan. Een nieuw emotional. Het is een beetje Spanglish, Engels en Nederlands. En ik woon hier op Fuerteventura in Spanje. En het is allemaal zo. Op een gegeven moment weet je ook niet meer wat je moet praten natuurlijk. Hè? Dus deze nieuwe maan in kreeft met als waterelement kondigt een nieuw begin aan voor het meer toestaan van onze emoties. Voor het meer toestaan van een gezinsleven. En het is bijzonder ook, want dit is de tweede nieuwe maan in kreeft op een rij. Dus dat betekent dat we in de 2020 jaar echt bewogen worden om meer plezier te mogen hebben. En om minder oordelend naar onszelf te zijn. En daar zat ik de laatste paar dagen zat ik daar ontzettend in. En een voorbeeld van wat is nou het verschil tussen manifesteren met je hoofd. En wat is nou het verschil tussen manifesteren met mijn buik. Manifesteren vanuit je hoofd is dus dat je het zelf hebt bedacht. Manifesteren vanuit je buik, vanuit je hogere plan, is dat het ontstaat. Dat de natuur het laat ontstaan. Nou, dat is natuurlijk een heel lastig begrip om zo te grijpen. En ik heb ook heel sterk gevoeld dat ik binnenkort weer met iets moois, iets nieuws mag gaan beginnen. En het zijn masterclasses voor tweelingzielen. En hoe dat precies allemaal eruit gaat zien, weet ik nog niet. Durf ik ook niet te roepen, want dan popt er weer een idee. En wat ik nu heel goed aan het leren ben op mijn pad als sjamaan, is dat ik wat meer die rust mag pakken en dus echt op de maan mag wachten. Dus ik verwacht deze aankomende nieuwe maan weer mooie nieuwe inzichten te krijgen. Dus houd vooral mijn social media in de gaten. Want die masterclasses gaan echt zijn voor tweelingzielen. Hoe zit die tweelingzielenreis in elkaar? Hoe werkt dat met de energie binnenin ons? Ik ga de tweelingzielen daarin onderwijzen. Dat gaat een programma zijn voor Divine Feminines. Die masterclasses gaan voor Divine Feminines zijn. En daar ga ik jullie in onderwijzen
in hoe je dus zelf een harmonieuze relatie met je tweelingziel kunt manifesteren. En niet alleen dat, maar vanuit je hogere plan dus kunt gaan manifesteren, dus ook je droomleven. En alles gaat aantrekken, zodat het kan gaan ontstaan in je leven en kan gaan flowen. Even kijken of er nog wat gezegd wil worden. Oh ja, dus wat als je meer informatie daarover wil, of überhaupt als je graag wil verbinden met andere Divine Feminines, dan vind je hier onder de video de link naar de Tweelingzielen Tarot Facebookgroep. Dat is een community van Divine Feminines, die allemaal hun verhalen ook met elkaar delen daar in de groep. Iedere dag wordt er een tarotreading gelegd door verschillende beheerders. En nou, mocht je het ook leuk vinden om met tweelingzielen te werken, één keer in de zoveel tijd wisselen de beheerders ook weer. Dus dan geef ik weer het podium aan nieuwe beheerders om hun zielsmissie meer te versterken en de verbinding met spirit. Dus die link vind je daaronder. Laten we beginnen met de spirit animals. Oké. Eerst even gebed uitspreken. Even de klankschaal bij aanslaan. Ik heb ook zoveel spullen hier allemaal liggen. Ken je dat? Dat je mijn hoofd is chaotisch, dus is het om me heen ook chaotisch. Maar omdat het om me heen ook chaotisch is, is mijn hoofd ook chaotisch. Dan open ik hier bij mijn heilige ruimte. Dan roep ik van het medicijnwiel alle totemdieren aan in alle windrichtingen. Om ons bij te staan tijdens deze reading. Tijdens deze channeling. Om ons te beschermen. Zodat er geen energie bij kan komen. Die niet bedoeld is. Om deel te nemen aan deze reading. Amen. En namaste. Ik open mijn Viracocha, mijn achtste chakra. Om alle kennis tot mij te laten komen die gedeeld mag worden met het collectief. Oké. Ik vraag de chakana. Dit is de chakana. Deze trappen vertegenwoordigen ook het Inca medicijnwiel. En de totemdieren. En de cirkel vertegenwoordigt de andere dimensie. In het Peruviaans shamanisme. Dus wanneer jij door de cirkel heen stapt, bevind jij je in een andere dimensie. En ik vraag ook bescherming aan het chakana. Dat wij, wanneer wij ons in de andere dimensie bevinden, beveiligd mogen zijn. Veilig mogen zijn, wilde ik zeggen. Beveiligd. Dat er een rijtje beveiliging om ons heen mag staan. Oké, boodschappen. Boodschappen, boodschappen, boodschappen. Koi Fish zegt, there's always enough. Wat Koi Fish ons aan boodschap mee wil brengen met de kleur oranje ook. En hè, vis is het element water, is echt deze nieuwe maan en kreeft. Dat we mogen gaan verschuiven vanuit ons hoofd meer naar ons lichaam, naar ons buikgebied. En wat gebeurt daardoor? Dan gaan we veel meer ervaren dat er overvloed is in ons leven. Dat wat wij allemaal al hebben, dat we daar gelukkig mee zijn. En dat betekent dus dat dat stukje gemis wat jij voelt ten aanzien van je tweelingziel, dat komt voort vanuit
onze gedachten aan gebrek. Dus wanneer wij onze gedachten richten op gemis, ik mis dit in mijn leven, ik mis dit in mijn baan of ik mis dat daarin, dan is dat dus wat we gaan vergroten. En dan gaat onze buitenwereld dus in de vorm van gebrek zich manifesteren. He, dan komen er vervelende situaties op ons pad. Dan gaat het eigenlijk heel anders als dat wij zelf graag zouden willen. Wanneer we gaan verschuiven, en dat zegt Kooivis, door onder andere ook meer het element water te gebruiken. Het krachtige tijger eventueel. Kun je hier onderin vind je ook een link naar mijn webshop. Daarin vind je allemaal krachtdierenaudio's. En ook op de krachtdierenpagina kun je allemaal helende gedichten lezen en boodschappen van krachtdieren. En tijger bijvoorbeeld helpt ons om meer de balans te kunnen vinden. Dus natuurlijk mag je eens een keertje klagen, hè? Want je moet je ook gewoon lekker kunnen uiten. Maar als we de hele tijd alleen maar bezig zijn met mijn leven, waarin ik echt de afgelopen paar dagen alleen maar heb gezeten. Echt alleen maar, ik wil in mijn bus wonen. Alleen maar zo. Ja, daar word ik natuurlijk niet gelukkig van. Wanneer ik dat soort gedachten uitzend. En daarvan trek ik ook niet de bus voor mij aan. Dat trek ik namelijk aan met een sterke energetische frequentie. Met een krachtig energieveld. En hoe maak ik mijn energieveld krachtig? Doordat ik mijn gedachten richt op het positieve. Maar ook uit mijn hoofd kom. Even helemaal geen gedachten hoef te hebben. Gewoon even lekker mag dweilen of zo. Of dat is ook al een jaar geleden hier. Nee, ik woon nog niet eens een jaar. Andere dingen. De afwas doen bijvoorbeeld. Daarvan kan ik ook gewoon even lekker uit mijn hoofd komen met een muziekje op. En dat zegt Kooivis. Kooivis zegt, er is altijd genoeg. Wat we dus hebben, dat is genoeg. En juist op precies dus het juiste moment zullen we dan ontvangen wat we nodig hebben voor onze volgende stap. Zo wil ik al heel lang een nieuwe mobiele telefoon. Want mocht deze video weer uitvallen, mijn telefoon is vol. Maar op het moment dat ik het nog net niet nodig heb, komt het nog net niet op mijn pad. Dus we mogen loslaten. En elkaar leren kennen, zeggen de romantische engelen, is de periode die er voor de tweelingzielen op dit moment voor de deur staat. Dus dat betekent dat wanneer wij verschuiven als Divine Feminine en wij verschuiven, sommige masculines zijn als eerste ontwaakt. Als wij verschuiven in die energie van overvloed, wat Kooivis zegt, ik zou het ook leuk. Beschrijven die energie van overvloed, zo. Dan gaan we ook een verdieping aan met onze tweelingziel. Want het verschuiven in de energie van overvloed betekent een betere verbinding binnen in onszelf. Betekent meer liefde binnen in onszelf, meer helende energie. En met die meer helende energie hebben wij meer aantrekkingskracht. En met die aantrekkingskracht trekken wij dus de ander aan in onze buitenwereld. En ook, zeggen de romantische engelen, laat je ex los nou eens een keertje. En wat hiermee ook bedoeld wordt, is niet alleen maar je ex-vriend of vriendin loslaten, maar ook echt je karmische cirkel. De hele tijd hetzelfde patroon maar gaan. Misschien bijvoorbeeld verslaving aan eten. Of maar in je hoofd blijven zitten en jezelf niet toestaan om te aarden. Een eagle, adelaar, kijk mij ook aan hier. Staat zo hier in het beeld. Ik durf hem niet weg te halen, want dan valt mijn telefoon om. En adelaar is het totemdier op het medicijnwiel in het oosten. Van de plek waar onze visie ontstaat. Waar ons innerlijke zicht ontstaat. Ons derde oog. Het is de mannelijke energie. Maar adelaar zegt, soms moet je je geest ook laten rusten. En moet je gewoon het laten vliegen. En het dus loslaten. Want dan open je je geest om dus die helende energie te kunnen ontvangen. En daarmee dus ook de inzichten. Zo zit ik al, de hele ochtend zat ik al van het tweelingzielenprogramma. Wat gaat het nou worden? Gaat het een programma worden? Losse masterclasses enzovoort enzovoort. Maar Albert Einstein zei ook, een probleem los je niet op met dezelfde manier waarop het probleem is ontstaan.
over te denken. Dus zo lossen wij het probleem niet op. Dus wat Kooijvis zegt, die samenwerking met Spirit, wat dus ook leidt tot die samenwerking in jouw buitenwereld met jouw tweelingziel. Misschien ook wel voor jullie gezamenlijke zielsmissie. Hè? Meer connectie daarin, meer delen onderling. Kan dus alleen maar ontstaan op het moment dat wij ons overgeven. Nou, niet ook. Dat wij in overgave gaan meer aan de helende stroom. Hè? Aan ons te verbinden met de natuurelementen. Oké, wat ook nog belangrijk is, wat omhoog komt, is deze doelgerichtheid. Roep jouw gidsen dus ook om hulp. Een manier om dus meer helende energie te kunnen ontvangen, is dus vragen stellen. Is puur vragen stellen. Aartsengel Michael, wat is mijn volgende stap? Nou, misschien, en dan voel jij misschien wel, laat het los, laat het los, laat het los. Hè? Dan is jouw volgende stap dus, de actie die je mag ondernemen, is dus loslaten. He, is dus genieten. En op het moment dat jij loslaat, laat je letterlijk hoedja los. Dat is zware energie. Wat dan uit jouw energieveld mag stromen van jezelf. Dat sta je jezelf dan toe. En dan kan het plaatsmaken voor sami. Voor lichte energie. En daarmee versterk je dus iedere keer, iedere cyclus weer opnieuw. He, met de seizoenen mee van het medicijnwiel. Jouw energieveld. En het medicijnwiel komt ook uitgebreid aan bod tijdens de masterclasses. Ik heb nog niet helemaal duidelijk of dat in de vorm van een programma gaat zijn, ja of nee. Maar dat laten we even in het midden. En dat komt tot me wanneer het zover is. Doelgerichtheid betekent ook focus van jouw geest. Dus train dat ook een beetje. Hè, door te, je hoeft natuurlijk niet de hele dag alleen maar te gaan staren zo naar... Train je ook focus mee, hè? Om echt gewoon naar één punt te staren. Maar het is wel belangrijk dat je dat ook actief bijhoudt. Is ook een boodschap naar mezelf. Door echt actief ook bijvoorbeeld dus een sudoku-puzzel te gaan doen. Hè, dat je echt je geest kan focussen op één ding om mee bezig te zijn. Zodat je je dus kunt concentreren ook op wat je echt wilt. En die afleidingen kunt elimineren uit je dag. Eerst eventjes de bol uitroken. Even. Oh, hallo jongens. Even een beetje clearing. Ik steek nu Palo Santo aan. Dat is heilig hout uit het Amazonegebied. Peru. En dat heilige hout zuivert jouw energieveld. Duurt wel even soms voordat die aan is. De een fikt lekkerder dan de ander. En dan kun je dus met een veer kun je jezelf dus smudgen, zoals ze dat noemen. En dan zorg je er dus voor dat je keelchakra open blijft, je verbinding met spirit. Zo. Nou, Chiron loopt op dit moment ook retrograde. En dat betekent dat we heel erg geduwd worden in die innerlijke kindheling. In echt onze wond aan te kijken. Waarin saboteren we ons nou nog? En mag ons kind ook plezier hebben? Luisteren we naar ons kind? En dat proces ga jij dus door met jouw tweelingziel. Hè? En als jij dan naar jouw buitenwereld kijkt en zoiets hebt van waarom zijn we nog niet samen, betekent het dat jullie allebei daarin nog te helen hebben. Dus jullie innerlijke kindwond mogen aankijken. En hè, naar het licht mogen laten brengen wat gezien wil worden. Ben je gelukkig? Hè? Geef je jezelf alles wat je nodig hebt in je leven? Sta je jezelf toe om te mogen genieten? Heb je trauma's uit je jeugd die je mogelijk nog niet verwerkt hebt? Dat hoort er allemaal bij, familiekarma. Daar heb ik ook een aparte video over gemaakt. Ik werd er trouwens net aan herinnerd dat ik ook nog de tweede helft van juli als video even op moet nemen. Ik kwam zo omhoog dat ik dacht, oh ja, ja, dat is ook zo. Dus die video komt nog. Oké, direct deze. De Ace of Wands komt omhoog. Dit is de volgens mij iets met Dark and Light Tarot Oracle.
Het is een Italiaans deck, hele mooie kaarten. De Ace of Wands zegt dat het heel belangrijk is dat wij dus die verbinding maken met ons buikgebied. En dat kan dus alleen maar, onze emoties bevinden zich dus in dit gebied. In ons buikgebied, bij onze sacrale chakra, ons tweede chakra. En daar zit ook onze aarding. Dus wanneer daar nog een blokkade op zit, we houden heel veel pijn en verdriet vast in ons baarmoedergebied. Ook al heb je geen baarmoeder meer, maakt het niet uit. Houden we daarin vast vanuit vorige levens, vanuit onze jeugd, vanuit dingen die we hebben meegemaakt in dit leven. Met als gevolg dat het niet goed kan stromen en dat ons vuur dus iedere keer gedoofd is. Nou, en wat is nou dat vuur, die Ace of Wands, wat deze nieuwe maan in kreeft, gaat openbreken, is onze twin flame. Ping! Hoor ik bij sommigen. Oh, inzicht. Dus onze twin flame zit dus daar. Dat is onze zonnevlechtchakra. Dat is de activatie van ons eigen Christusbewustzijn. Van onze masculine energie, want dat is vader zon. En wanneer we dat meer activeren, ons innerlijke vuur, dus onze passies, maar ook beweging van ons lichaam. Hè? Ik bedoel, als jij gaat sporten zo. Ik weet niet of iemand zo sport, maar ik nu even wel. Als jij gaat sporten zo, wakker jij jouw innerlijke vuur aan. Hè? Je gaat zweten, daarmee laat je los. Daarmee kom je uit je hoofd en aard je. Daarmee ga je dus meer stroming veroorzaken en kom je meer in actie. En dat staat dus echt op de agenda voor de komende periode. Aanwakkeren van dat vuur. Er vindt op 20 juli vindt er ook weer een... mijn hondje. Ligt ze zo. Het is al heerlijk, kind. Ze wordt al met zichzelf ook met de kruiden. 20 juli 2020 op maandag tijdens de nieuwe maan vindt er om 8 uur 's avonds ook weer een shamanistische audioreis plaats. Dat is een womb-rite, dus een baarmoeder-rite, waarmee ik pijn en verdriet ga weghalen uit het baarmoedergebied. Dat wordt ook wel de 13e rite van de Moonai Ki genoemd. En dat is echt het schoonmaken van het baarmoedergebied om in verbinding te raken met onze kern, zodat ons hart, en ons hartgebied heet Moonai. En Moonai Ki betekent ik hou van je. Zodat dat meer kan openen. En vanuit ons hart trekken we onze tweelingziel aan. Want we willen een harmonieuze relatie. En harmonie zit in ons hart. En we willen geen relatie die de hele tijd in en uit elkaars leven, zoals het eigenlijk nu is bij de meeste tweelingzielen. Betekent dus dat het nog geen divine timing is. Kattenoog roept mij ook ineens. Zo, hup. Is echt versterken van de intuïtie. Versterken van onze eigen flow. En die flow ontstaat dus ook vanuit dat buikgebied. Jouw onderbuik spreekt ook tegen jou wanneer we de tijd nemen om daarnaar te luisteren. Zo had ik bijna een bus gekocht. Tot op de laatste dag dat mijn onderbuik zei, nee, dit is niet voor jou. Dat ik dacht, oh, nou dan schaam je je ook hoor, om dan de verkoper te sturen. Nee, toch maar niet. Hele proces in gang gezet dat je denkt, oh, sorry. Het is dus heel belangrijk om echt uit ons hoofd te komen. En dat doen we dus tijdens de shamanistische reizen. De link daarvan vind je hieronder. Het is een audio, die krijg je in je e-mail. En die kun je gewoon onbeperkt beluisteren voor deze nieuwe maan in kreeft. Nou, lieverd, het was me weer een waar genoegen. Ik dank alle totemdieren die bij ons aanwezig zijn geweest. De vier windrichtingen van het medicijnwiel. De voorouders voor het geven van inzichten. Het is echt mijn dag vandaag niet, lieverd. Het spijt me. Dat de boodschappen in ieder geval goed door mochten komen bij jullie. Dikke kus, doei!